Hoe belangrijk is het hebben van data over je klant, voor het begrijpen van de klant? Nou, data en technologie zijn eigenlijk middelen. Niet doelen, maar hele belangrijke middelen. Hoe meer data je hebt en hoe laagdrempeliger de technologie is, hoe makkelijker het is om gedrag te sturen. Want als je terugkoppeling kan geven over bepaald gedrag, en dat kan vaak door data, vaak kwantitatieve data, maar kwalitatief zou nog veel beter zijn of mooier zijn. Als je die data hebt, dan kan je mensen goed sturen. Maar bij data, en zeker nu met de discussie over big data hebben we het dan over, veel data, is altijd de vraag, wat is de waarde van die data? Ik bedoel, data hebben is één ding, maar hem goed kunnen interpreteren, dat wordt nog wel eens vergeten hoe verschrikkelijk belangrijk dat is. Dankjewel. Alsjeblieft.